Wat is er aan de hand? Ja, mensen, welkom bij het City Car Driving Simulator. Ik heb ingesteld dat we agressieve rijders hebben op de weg. En dat het best wel druk bevolkt wordt. Dus ik weet niet of dit goed gaat komen. Oké, people, let's go to work. Nou, jullie weten hoe het ongeveer werkt in zijn we hebben geen pech, want Vincent is op de weg. Nee. En jullie weten het, we gaan voor dat rijbewijs. Maar om dat rijbewijs te kunnen halen, hebben we wat meer ervaring nodig. Ik hoor echt alleen maar sirenes en politie. Dus ik ben benieuwd hoe het op de weg is. We gaan sowieso achteruit. Dus ik ga even mijn koppeling indrukken en we gaan naar rewind. Oké, ik denk dat ik wel naar achter kan. Zo niet, dan hoor ik het wel. Ik heb nog op het scherm staan, sorry. Ja. Nu wel. Oké, er zat een auto achter me. Oh, sorry, ik zag u niet, meneer. Maar jullie zijn nu al zo agressief aan het doen, hè? Oké. Nou, we gaan vooruit. Hij gaat ook weer vooruit. Hij heeft niks gezien. Oké, we vertrekken. En we moeten naar een destination point. Maar ik... Echt waar? Ik heb misschien al zo'n M-klik. Oh! Ik krijg nou wat. Een mapkaart. Woe! Daar moeten we heen. Oké, we gaan die mapkaart volgen. Ik hoor politie, maar ik zie ze niet. Nou ja, zolang ik ze niet zie, is er geen probleem. En ik wil deze man even inhalen. Maar ik weet niet of we hier kunnen inhalen. Ik doe het gewoon. YOLO! Hoppakee. Zo. Ja, uit. Ik zet hem nog niet eens in 2. Kan ik op zich wel doen. Maar om nou zo hard te rijden hier gelijk. En we kijken op de M van map. En we moeten hier de bocht om. Oh! Woe! Waarom stuurde die niet? Rodding. Oké. Oeh! Ja, we gaan goed. En dan gaan we weer naar... We zijn natuurlijk agressieve rijders. Dus wij moeten ook een klein beetje agressief rijden. De meneer was bijna tegen me aan. Maar nog niet helemaal. En we moeten naar voren. En daar moeten we heen. De rode plek. Oké. Yeah, we reached the point. Oké, en nu? Destination point successfully reached. Nou, krijgen we nog een opdracht? Nee, helemaal niks. Nou, oké, dan gaan we gewoon lekker knallen op de weg. En kijk, ik heb ook ingesteld dat er een hoop mensen buiten liepen. Maar dat valt nog best wel mee eigenlijk. Ik heb nog niet echt mensen gezien. Nou ja, dat maakt op zich niet uit. Want wij gaan gewoon lekker een rondje rijden in deze stad als agressieve rijder. Nou ja, ik ben dan niet echt agressief. Alhoewel. Zo. Oh! Sorry voor de schade. Stuur maar een mailtje en ik fix het allemaal. Yo. Dat doen ze allemaal, hè. Oké. Hoe eng die gozer die van links kwam. Heerlijk spel, jongens. Ik vind het heerlijk. We gaan achter die bussen rijden hier. Zo. Oh. Agressieve rijders, dus ik heb het gevoel dat we heel erg moeten opletten of dat iemand ineens op zijn rem gaat of zo. Kijk, dat bedoel ik. Dat bedoel ik. Dit is ongelooflijk. Mensen gaan ineens op de rem. Ja, jongens, dit kan toch niet? Zo kan je niet op de weg. Nou, naar achteren. Zo. Gaat hij nu verder rijden? Ik denk het niet. Kunnen we langzaam? Ja, we gaan even langzaam. Hij is agressief. Kijk, er stond helemaal niemand voor hem. Just saying. Politie weer. Mooi bochtje, mooi bochtje, mooi bochtje. Oh, die was mooi. Oké, we zitten altijd in die ronde kom. Hebben jullie dat ook het idee? Ik moet hier gewoon even weg. Ik moet gewoon even ineens naar rechts toe dadelijk of zo. Nou, daar kan ik niet heen. Daar is geen weg. Nou, dan gaan we gewoon naar voren. En dan gaan we de volgende naar rechts. Oké, dan moet ik hier naar rechts. Ja? Oké, daar gaan we. Zo. En uit. Oh, dan komen we hier bij de beplanting. Nou, hier volgen de bocht. En natuurlijk weer remmen. En hier sloeg het spel af. Ik had het spel namelijk gedownload. En toen sloeg hij hier vast. En toen had ik zoiets van, oké, ik ben nu zat. Ik wil het spel gewoon doorspelen. En ja, dan koop ik hem. Dus dan was eigenlijk best wel goed dat spelletjes niet goed werken als je ze downloadt. Ja, vind ik wel. Want het heeft wel een reden van. Het is een gaaf spel. Ik dacht, ik ga het gewoon proberen. Daarom heb ik het gedownload. En nou, het is wel vet. We gaan even lekker het gaspedaal doe ik een klein beetje ingedrukt houden. We gaan gelijk maar 100 rijden dan. Net als de rest. actieve rijders, rij ook hard. Die man rijdt niet door. Dus ik ga hem even inhalen. Zo. En weer links. Die gaat op zijn remmen. Hier zijn we vorige keer ook geweest, dit stukje. Dit kan ik me nog herinneren. Kom op, doorrijden. Mooi bochie. En oh, ik ga niet hier naar links, jongens. Ik weet het, ik ga helemaal het platteland op. Nou, dat was geen succes. Dat kan ik je wel vertellen. Ja, kom op, doorrijden, doorrijden, doorrijden. Zo, die man heeft het hele buitenbos, zag je dat? Oeh, dat is een Duitse weer. Zie je? Die Duitse zit nou weer op het gas. Oh, rijd nou eens door, alsjeblieft. Dan niet. Zo, dat doen we gewoon even. Ah, mijn tv! Nee, mijn tv! Ja, sorry. Oké, hier zijn we ook voor omhoog geweest, maar ik ga naar de derde positie. Zo, dan kunnen we wat harder gaan rijden hier. Want dit is volgens mij wel een soort snelweg. Nog niet echt de officiële snelweg, maar hier mogen we wel eventjes hard gaan rijden. Ja, ik weet het, ik moet me gaan concentreren op de weg. Ik moet beter mijn best doen, anders kan ik nooit aan de rijbewijs beginnen. Ik weet het, jongens. Oh, dat was een mooi bochtje. Daarmee had ik al lang mijn rijbewijs gehaald. Alleen door dat bochtje al. Wat kunnen we daar doen? Motorway, Old Aria, Princess Highway, Training Ground. Nou, ik ga naar Princess Highway. Die man achter me, zag je dat? Die heeft gebotst tegen mij. Asshole. Oh, je mag hier 60. Oké, laten we hier dan ongeveer 60 gaan rijden. Dat is ongeveer deze snelheid. Dit is 60, jongens. Nou, dan houden we ons gewoon netjes. En dan gaan we gewoon 60 rijden. En op de linkerbaan blijven, natuurlijk belangrijk. We rijden bijna... Ja, mag iets minder mijn gas loslaten zo. Kijk, we houden ons nu aan onze snelheid. En we moeten... Even kijken, we moeten hier naar rechts. Ja, hè? Je ziet dat ik van rechts kom? Ja, ga maar stilstaan. Ik vind het best. Ik wacht gewoon... Totdat jij door gaat rijden, want ik kan niks doen. Hè? Hier, nog zo'n agressieve rijder. Jeetje joh, niet normaal. Je mag je 60, eikel. Kijk, die man gaat al gelijk 80. Nou, even kijken. Moet hij naar voren. Echt een hele onduidelijke map. Ik heb nog nooit zo'n verschrikkelijk onduidelijke map gezien als dit. Je moet elke keer op M klikken. En dan zie je... Nou, ik kan er wel doorheen kijken zo. Ik weet niet wat er dan gebeurt. Nee, dan gaat hij gewoon uit beeld. Oké, fijn. Maar ja, we moeten even die mapkaart volgen. Misschien is dat wel een missie of zo. Oké, hier moeten we naar links. En dan zijn we er al. Dan gaan we naar Modern Area. Zo, we nemen de buitenbocht. Je mag hier weer 60. Nou, dan zal ik maar niet zo hard mijn gas ingedrukt houden. Hey, destination point successfully reached. Nou, dat is mooi. En die is in een tankstation. Grappig. Kijk, kunnen we daar naartoe? Is dit een rotonde of zo? Keep left. Oké. Dat is grappig dit. Oh, hier zitten meer mensen hier. En politie. Oké, ik ga deze route volgen. Zo, kijk hoe druk het is, joh. Da da da. Da 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 da. Al die mensen gaan boodschappen doen, want ze hebben niks anders te doen op deze mooie zondag.